Het gaat niet goed met de waterstand in de Rijn bij een belangrijk knelpunt bij het Duitse Kaup. Bedraagt de waterstand nu 1 meter. Dat is voor de periode van het jaar het laagste in ieder geval 30 jaar. En dat geeft risico's voor de grootste economie van Europa, Duitsland, en dus ook voor ons. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Bas van Hout, economisch journalist bij De Tijd. En vandaag gaan we het dus hebben over die waterstand in de Rijn. Want het gaat er dus niet goed. Vorig jaar was het ook al hobbelus. Toen zagen we dat het vervoer van grondstoffen zoals kolen en diesel vertraagde door die lage waterstand. En die grondstoffen zijn weer zeer belangrijk voor de industrie. Nou, eigenlijk weten we van vorig jaar dat als dat waterpeil naar 40 centimeter gaat, dan is het eigenlijk niet meer rendabel om grondstoffen of goederen te vervoeren. Nou, en vorig jaar zakte dat waterpeil in augustus dus zelfs tot onder de 16 centimeter. Maar goed, we zitten nu op 100 centimeter dus. We hebben nog eventjes tot die 40 centimeter bereikt is. Maar kijk even op deze grafiek, want dan zie je toch wat het probleem hier is. Je ziet hier het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar, maar je ziet ook de laagtepunten. En als je dan kijkt, dan hebben we nu dus nog nooit zo laag gestaan. Maar je ziet ook dat het goed zou kunnen dat het ergste nog moet komen. Zeker omdat er dus nog een paar van die zomermaanden voor de deur staan. Ja, en het ziet er dus al niet echt lekker uit voor de komende dagen ook. Want het komende weekend wordt een loeiheet weekend. Omdat weerkundigen ook verwachten dat het volgende week de gemiddelde temperatuur ook hoog blijft, beginnen sommige Duitse economen toch wat koud watervrees te krijgen. Want het is eigenlijk nu al zo dat bepaalde schepen nog maar de helft van de lading kunnen dragen. Nou, nu denk je misschien, vervelend voor de Duitsers, maar wat hebben wij daarmee te maken? Nou, het probleem is ten eerste is het slecht voor de Duitse industrie en dus ook voor de Duitse economie. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar grote bedrijven zoals BASF in Duitsland, die zijn dus erg afhankelijk van de toevoer van grondstoffen via die Rijn. Maar ook andere bedrijven die krijgen goederen aangeleverd via schepen die op die Rijn varen. Nou, als die Duitse economie hierdoor vertraagt, dat is de grootste economie in Europa, dan is dat ook slecht voor de Europese groei in het algemeen. En daarbij zijn er ook Belgische bedrijven die goederen of grondstoffen krijgen via schepen die dus door die Rijn moeten varen. En daarbij is het zo dat doordat er minder aanvoer is van die grondstoffen waar ik het over heb gehad, dus bijvoorbeeld kolen en diesel, dan kan ook die prijs van die grondstoffen weer stijgen. En daar hebben dus onze bedrijven ook last van. Ja, en vorig jaar zagen we dus ook dat er in Duitsland in het binnenland dieseltekorten waren, omdat die diesel normaal dus via die schepen kwam. Nou, het is dus in de afgelopen 100 jaar maar 2 keer eerder gebeurd dat die Rijn niet te bevaren is doordat die te droog staat als het ware. En dat is dus vorig jaar en in 2018. Maar verder is klimaatverandering niet zo'n heel groot probleem of zo. Dus het lijkt erop dat we in de toekomst nog wel kunnen verwachten dat dit vaker gaat gebeuren. Beleidsmakers moeten toch eens ernstig gaan nadenken over hoe ze de effecten hiervan zoveel mogelijk kunnen beperken. Nou, er zijn al wel wat zaken waarover nagedacht wordt. Zoals bijvoorbeeld het creëren van een supersluis. Maar dat schijnt milieutechnisch weer een beetje lastig te liggen. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook denken aan het uitbaggeren van ondiepe stukken van de Rijn. Of om bijvoorbeeld meer vervoer te laten plaatsvinden. Niet via die schepen over de Rijn, maar bijvoorbeeld via treinen of vrachtwagens. Oké, dit was hem weer. Heb je nou vragen, kun je ze me altijd stellen via de socials. Vind je deze video leuk, vergeet niet te liken en te delen. En je kunt je aanmelden op mijn YouTube-kanaal Boelbeer en Bas. Druk wel een belletje voor updates. En dan moet ik nog even zeggen dat ik de komende 3 weken met vakantie ben. Dus dan zijn er geen vlogs. Dus je zult me even moeten missen. En dan zou ik weer zeggen,